Yeah.
Danny, gisteren was een spannende dag, maar vandaag was het niet anders. Nee, ik heb net tegen die jongens gezegd of ze het leuk vinden om mij bijvoorbeeld hartproblemen te bezorgen als ik dadelijk 40 ben. Want dit was weer zo'n wedstrijd die je in dat rijtje erbij kan zetten. Ja, we stonden 1-0 achter en voor mijn gevoel niet echt verdiend. Het ging een beetje heen en weer, we waren allebei niet goed, maar we maken de 1-0 en we hebben niet echt kans gehad, maar we hebben de tweede helft goed omgedraaid. En ben uitgerekend jij die de winnende goal maakt vandaag? Ja, ik wou graag scoren tegen de club die twijfelde over mij, weet je. Dus ik wou wat laten zien dat ik toch het waard was. En eindelijk krijgen we een penalty en die gaat er niet in. Maar ja, goed. Het hard werken en toch een beetje geluk maken we er 2-1. Ja, als je dan misschien van geluk kunnen spreken dat na de eerste nog maar 1-0 stond. Ben ik niet helemaal met je eens. Ik vind wel dat GVV de eerste helft gewoon de betere was. Maar vooral door hun agressiviteit. En, want wij krijgen de eerste helft ook gewoon 200% kansen. Ik geloof een bal van Mimoun binnenkant paal eruit. Ik weet niet wie die andere was. Volgens mij Sherwin, maar dat weet ik niet zeker. Volgens mij nog iemand een keer alleen voor de keeper. En hun kreeg ook al 2 of 3 goede kansen. Dus uiteindelijk benutten hun er ook maar 1. Maar ik kijk liever naar de tweede helft. En dan moet ik die jongens gewoon een heel groot compliment geven dat je zo'n wedstrijd toch nog omdraait. We missen ook nog een penalty. En de tweede helft hebben we eigenlijk niet veel meer weggegeven. Buiten een cornerbal in de 95e minuut die via iemand zijn rug op de buitenkant van de paal ging. Ja, we hebben de eerste helft niet echt hard gewerkt, tenminste vond ik. En persoonlijk ook. En de tweede helft ging ik toch een stapje bovenop. En had je na de gelijkmaker meteen het gevoel dat er meer in zat vandaag? Dat gevoel had ik wel, omdat ik vond dat wij zeker in die fase... vond de eerste helft dat GV heel veel tweede ballen op middenveld. Omdat onze bezetting niet goed was en omdat hun heel agressief waren. En de tweede helft was onze bezetting beter. En hadden wij ook die agressiviteit. Ja, kijk, en dan zie je gewoon dat wij wel bepaalde jongens hebben die goed kunnen voetballen. Ondanks dat er vandaag ook een paar minder in de wedstrijd zaten. Oké, als je een mindere wedstrijd hebt, dan moet je gewoon terug naar de basis. Dan moet je keihard knokken. Dan moet je zorgen dat je al je persoonlijke duels wint. Of tweede ballen wint. Dat hebben we de tweede helft goed gedaan. Ja, eerst komt zaterdag IJsselmeer voor ons op bezoek. Maar kijken we eventjes verder naar AZ thuis. Ja, schitterend natuurlijk. Vooral, kijk, deze groep heeft bij HBS uit afgedwongen dat ze deze wedstrijd mogen gaan spelen. Want ik bedoel, die jongens hebben daar verdiend gewonnen. Goede eerste helft gespeeld. Veel strijd geleverd. Wat ik al eerder heb gezegd, Lukoki was niet geschorst of hij mocht gewoon meedoen. Dus uiteindelijk is het denk ik terecht de beloning. En het is mooi voor de club, voor de regio, dat weer een bekende profclub op bezoek komt. Maar ik gun het vooral deze spelersgroep, want we zijn nu weer een maandje of 5 bezig. En af en toe worden ze gek van mij, omdat ik ze weer tegen ze loop te schreeuwen en... Wij spreken een trap onder de reet geef, maar als ik zie hoeveel energie die jongens er al weer deze 5 maanden instoppen, dan ben ik blij dat ze ook weer iets terugbetaald krijgen in zo'n wedstrijd. Ik was heel blij. AZ is een mooie tegenstander. Ik heb er met GVV ook tegen gespeeld. Toen maakten we niet echt een kans. Maar ik denk dat we met Kozakke Boys misschien een kans maken om een beetje tegenstand te bieden. Dus ik hoop dat het een mooie wedstrijd wordt. Volgende week sowieso een mooie week met IJsselmeervogels, AZ en dan HAC Hardenberg uit. Nou, voor mij is IJsselmeer volgens een AZ het belangrijkste. IJsselmeer volgens mijn nieuwe club, dus even laten zien wat ik kan. En een AZ, een mooie bekerwedstrijd.